achter u een groepje mensen en dat kijkt naar één punt in het Haagse Bos. En wat is daar? Ja, op dat ene punt, daar is de ingang van een hol, van een vossenburcht. En in dat hol, daar zit waarschijnlijk de moeder en in ieder geval twee jonge vosjes die heel af en toe naar buiten komen. Ja, en dan is het genieten van twee hele jonge, oranje-bruine vosjes die de wereld aan het verkennen zijn. Ik denk dat er maar weinig plekken zijn in Nederland waar je vanaf het pad zo dichtbij vossen kan komen. Dus het is schitterend mooi. En als iedereen op het pad blijft en de vossen de rust geeft om gezond op te groeien, dus op het pad blijven, niet voeren, dan kunnen zij gezond opgroeien en kunnen wij nog heel lang genieten van dit uitzicht. We hebben een klein roodbruin klein stipje gezien en ik zag een oogje opeens verschijnen daar. Heb je hem al gezien? Alleen de oortjes. Alleen de oortjes. En ik probeer dat zij ze kunnen zien, maar ze kunnen het net niet zien volgens mij. Heb jij hem gezien? Ja, hij is net achter dat zandheuveltje. Ja? En waarom vind je het zo leuk dat je hem hebt gezien? Omdat het de eerste keer is. Ja, en wat zag je dan dat je hem zag? Ik zag een beetje een rood-bruine heuveltje met oortjes. Hij beweegt nu soms. Hoe gaat het nou verder in het leven van de jonge vossen? Wat staat hun allemaal te wachten? Ja, ze gaan een spannend leven tegemoet wel, zo midden in de stad. Er is hier voldoende voedsel. In het Haagse Bos zelf gezond voedsel. Muizen, ratten, konijnen, misschien een eend. We hebben al gezien op foto's dat er een eend werd gebracht door de ouder vos. Maar ook ongezonde voedsel, dat is eigenlijk wat wij aan zwerfvuil achterlaten. Dus het vraagt wel dat we als mensen zorgen dat we ons vuil netjes aanbieden. Maar goed, dan op een gegeven moment, over een maand of zo, schat ik in dat ze echt alleen nog maar boven de grond gaan leven. Dan zullen ze het hol ook verlaten, zullen ze misschien een rustiger plekje opzoeken. En in september moeten de jonge vossen op eigen benen zien te redden. En dat wordt een hele zware tijd voor ze. En wat je ziet landelijk is dat eigenlijk van die jonge vosjes maar 20% echt volwassen wordt. Dus het vossenleven is een hard leven.